Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik het met je hebben over het copy-copy. Positief denken. En vooral oefeningen om jezelf, laten we zeggen, positiever te maken. En positiever te hebben in het leven. En vooral op dagelijkse basis. Hoe je dit dus kunt verbeteren. Hoe je dit kunt vergroten voor jezelf. En hoe positiever je kunt gaan denken. Zonder natuurlijk in positief te zijn en daarmee andere dingen te negeren. Want natuurlijk zijn er altijd ook de downs. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Vooral om dus positiever in het leven te staan. En daar goed mee om te gaan. Er zijn veel vragen over geweest. Dus vandaar dat ik een aantal dingen op een rij heb gezegd. Eigenlijk 4 inzichten die ik met je wil delen. 4 oefeningen. Die jij kunt doen en die jou heel erg gaan helpen om positiever te denken. Dit zijn overigens oefeningen die ik ook zelf toepas. Ja, dus ik heb ze hier op een rij gezet ook. Dus de eerste die ik met jou wil delen is: bekijk dingen altijd in perspectief. Dit is een best wel lastige oefening om voor jezelf te gaan toepassen, oké? Maar als je dit kunt gaan doen, dan is het supersterk. Wat bedoel ik hier precies mee? Op het moment dat jij iets tegenkomt waardoor jij in negatieve gedachten komt, piekergedrag, twijfelgedrag, iets waardoor je eventjes in die negatieve spiraal komt, hè, kan gebeuren, niks mis mee natuurlijk, maar je wilt er weer uitkomen. Wat altijd goed is om te doen is dat je dingen in perspectief gaat zien en zeker als je ook bijvoorbeeld woont in Nederland. Nederland is natuurlijk relatief gezien een super goed land om in te zijn. Ik heb zelf heel veel gereisd. Ik zit op dit moment, terwijl ik deze video maak, deze wordt opgenomen in Albanië. Ik zit in de hoofdstad Tirana, waar ik een poosje leef. Ik heb dit op veel verschillende gebieden gedaan. En dan kom ik iedere keer weer achter hoe goed het eigenlijk in Nederland is. En dat het eigenlijk ongelooflijk is dat er zoveel mensen ook best wel veel klagen, hè, in Nederland. Over van alles en nog wat helemaal niet over het algemeen ook niet hele belangrijke dingen zijn. Ja, dus bekijk dingen altijd in perspectief. Dus als jij het minder hebt, gegarandeerd dat er iemand is die het nog minder heeft dan jij. Voor mij helpt het heel vaak om terug te blikken op mijn tijd in Azië. En iedere keer als ik ook in Azië ben, dan heb ik hetzelfde gevoel weer. Dan kijk ik om me heen en dan zie ik al die kleine kinderen die worden opgegroeid, maar in veel meer armoede dan dat wij hebben. En iedere keer denk ik dan, wauw, wat ben ik eigenlijk blessed. Wat zou ik eigenlijk super dankbaar moeten zijn dat ik ben opgevoed in Nederland met, hoe je het ook went of keert, meer kansen om iets van je leven te maken. Of meer mogelijkheden. We hebben een bepaald onderwijsniveau al gehad. Dus wij zijn eigenlijk al voorbestemd om meer te kunnen doen in dat opzicht. Gelukkig wordt dat steeds gelijker, hè, met het internet dat er aankomt en allerlei andere dingen. Maar ik denk dat het heel goed is om deze dingen in perspectief te zetten. En als je dit zelf al eens een keer hebt gehaald, je bent in dit soort landen geweest enzovoort. Ja, realiseer je dan dus altijd dat jij het misschien wel minder hebt, maar dat er dus veel meer mensen zijn die veel minder hebben dan jij. En dat het niet eens vanzelfsprekend is om bijvoorbeeld onderdak te hebben. Heel belangrijk, en ik denk dat je dat meteen veel positiever kan maken als je dit dagelijkse basis bijvoorbeeld hier eens op kunt reflecteren en dit voor jezelf in je gedachten kunt gaan krijgen. Je kunt daar een gewoonte van maken door elke dag even een momentje te pakken en daarmee bezig te zijn. De tweede oefening is: noteer alles waar je goed in bent en denk daar vervolgens ook weer elke dag aan. Eigenlijk elke tip werkt eigenlijk alleen als je het elke dag gaat integreren in je leven. Natuurlijk kun je zelf kijken welke tips wil ik voor mezelf gaan toepassen en dan kun je die gaan toepassen. Maar dit is wel heel belangrijk. Dus wees daarmee bezig en wees niet verlegen in de dingen die je wilt opnoemen. En we zijn nog wel eens geneigd, toch ook wel in Nederland, om een beetje soms wat bescheiden te kunnen zijn in bepaalde opzichten. En vooral als het over onszelf gaat. Maar doe dat nu eens even een keer niet. En ga eens kijken naar al je successen, alle dingen waar je trots op bent. En maak eens een hele lijst met al die dingen. Ga dan eens kijken van wat is nou de top 3 van mij geweest. En kun je dat elke dag voor jezelf eventjes herinneren aan die momenten dat jij die dingen hebt gedaan. Het is belangrijk dat er dingen zijn waar jij trots op bent, omdat jij ze hebt gedaan. Niet door een toevallige omstandigheid, maar echt doordat jij dat hebt bereikt. Dus bijvoorbeeld door hard werken, wat dan ook. Ja. Derde is: maak een positief toekomstplan. Dit is voor mij ook heel erg belangrijk geweest om dit te hebben. Om echt te gaan kijken naar de big picture. Van waar wil ik
over 5 jaar of over 10 jaar staan. Dit hoef je niet helemaal helder te hebben. Maar wel een soort van plan van, oh, maar dit lijkt me wel heel vet om naartoe te werken. En dat kan je veel, niet alleen veel positiever maken, dat gaat je veel meer energie geven. Veel meer motivatie om toe te werken naar dat doel toe. Ik had het er net al eventjes over dat ik op dit moment in Albanië zit. Het is onderdeel van mijn werken en reizen dingetje. Ik blijf een aantal maand, minimaal een aantal maand op één plek. Ik wil daar de cultuur leren kennen en vervolgens kan ik het in verschillende landen gaan doen. Dit is iets wat ik jaren geleden wilde doen. Dat was toen mijn positieve toekomstplan. Nu heb ik dat gerealiseerd, heb ik daar met energie naartoe gewerkt. Maar het is niet zo dat ik met mijn vingers eventjes ben gaan knippen en dat van vandaag op morgen dat ik dat opeens had bereikt. Dat was hard werken om daar uiteindelijk te kunnen komen. Dus maak dat positieve toekomstplan voor jezelf, want dat gaat je energie geven om elke dag daar ook mee aan de slag te gaan. En positiever te denken, omdat je een leuk vooruitzicht hebt. Ja? Vierde tip is: doe dingen die geweldig voelen. Wat bedoel ik hiermee? Je kunt je eigen energie kun je in een bepaalde mate managen. Ja, dus je kunt gaan kijken van welke dingen vind ik leuk om te doen en kan ik daar meer van doen. En dingen die ik niet leuk vind om te doen, kan ik daar minder van doen. Dit klinkt super simpel, maar dit is wel in de basis waar het om gaat. En dat je dat voor jezelf zo gaat levelen, dat je steeds meer dingen gaat doen die jij ook echt leuk vindt om te doen. Of ik noem het zelfs geweldig. Hè? Dus je wil niet dingen doen die oké voelen, dan is je energie misschien ook oké, maar je wil dingen doen die geweldig voelen. Een paar voorbeeldjes die ik zelf in mijn leven heb gebracht is bijvoorbeeld tussen meer reizen. Ik vind reizen leuk. Ik denk oké. En vooral het langer zijn op één plek vind ik heel mooi, maar dan wel dat kunnen afwisselen. Dus dat is iets wat ik momenteel bijvoorbeeld doe. Iets anders wat ik onlangs heb ontdekt is, misschien heb je er wat over gehoord of gezien ook van mijn kant, is dat ik heel gepassioneerd ben geworden in Kizumba, wat een dansstijl is. En dat ben ik veel meer gaan doen. Ik denk, maar ik vind het echt heel leuk. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben er nog meer uren in gaan stoppen. En zo kun je dus voor jezelf gaan kijken, welke dingen zijn dat voor jou? En kun je dat meer gaan doen? En als dat niet meer kan, of omdat je denkt, nu wordt het te veel. Hè, dat kan ook, dat je er te veel uren in gaat stoppen. Dat het te veel een soort van moedje gaat worden. Of dat je jezelf te veel druk daarop legt. Dan kan het zijn dat je op zoek wilt gaan naar nog iets anders. Wat daar ook mooi bij past. En op die manier kun je je leven invulling gaan geven met bijna alleen maar leuke dingen doen. Natuurlijk moeten er routineklussen gebeuren, maar over het algemeen kun je daarmee veel positiever in het leven staan als je dus veel meer leuke dingen doet. Klinkt super simpel, maar ga er maar eens aan staan. Ga echt maar eens een lijstje maken en besteed dan ook die tijd daaraan. En dus in plaats van dat je alleen maar loopt te scrollen bijvoorbeeld op je mobiel voor een uur per dag, ga dat uur dan eens aan iets anders besteden. En dat is al een hele grote uitdaging, een hele grote switch die je kunt gaan maken in je leefstijl. Oké, dit zijn slechts voorbeelden, dit zijn slechts tips die ik met jou deel. Jij kunt kiezen, past iets hiervan bij mij? Misschien heb je zelfs geïnspireerd tot een ander idee. Helemaal goed, maar ga met iets aan de slag. Het liefste 1 oefening en ga die voor jezelf eens toepassen voor 30 dagen lang. Ga eens kijken of het voor jou werkt. Blijf het dan nog langer toepassen om er een gewoonte van te maken. En ga dan vervolgens bijvoorbeeld weer eens door naar een volgende oefening of iets anders wat je voor jezelf wilt veranderen. De 4 tips, nog eventjes op een rij. Bekijk dingen altijd in perspectief. Noteer alles waar je goed in bent. Wees niet te verlegen. Noteer dat allemaal. Maak een hele lijst voor jezelf. En ga vervolgens dat voor jezelf herhalen. Zodat het echt tot je doordringt van oké, deze dingen heb ik echt gedaan. En dat kan je helpen om positiever te denken op dagelijkse basis. En andere dingen ook weer te gaan bereiken. Maak een positief toekomstplan voor jezelf. Dus maak een mooi vooruitzicht waar je ook weer energie van krijgt. En doe dingen die geweldig voelen. Dus ga meer met je hobby's bezig bijvoorbeeld en kijk hoeveel tijd je daar meer aan kunt besteden. Het geldt overigens niet alleen voor hobby's, maar gewoon andere dingen die je ook leuk vindt om te doen. Kijk eens van oké, hoe kan ik daar meer tijd aan besteden en hoe kan ik minder tijd besteden aan de dingen die ik niet zo leuk vind om te doen. Goed, ik hoop dat jij heel veel hebt gehad aan deze 4 oefeningen en dat jij in ieder geval één van deze kunt uitproberen, dat je ermee aan de slag kunt gaan. Of dat je natuurlijk je eigen oefeningen op basis hiervan weer gaat bedenken en daarmee aan de slag gaat. Maakt niet uit wat het is.
Zorg ervoor dat jij positief of zo positief mogelijk in het leven komt te staan. Het hoeft niet nu per direct te zijn, maar je kunt wel nu al een kleine stap zetten om daar gewoon mee bezig te zijn. Zie het ook als een proces. Misschien is dat nog wel een leuke vijfde. Misschien niet echt een oefening, maar meer een tip die ik je hier als bonus meegeef. Dus dit was hem. Dit was deze video. Ik hoop dat jij hiervan hebt genoten. Vond je dit waardevol? Wil je meer tips en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Alles wat te maken heeft met vrijheid onder andere. Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.